Zeg wel even dat we aan het opnemen zijn. Hij heeft een goede naam. Tom de Waas. Tom de Waas. Tom de Waas. Hey, Noah, maar. Kom op. Hey, wel een beetje beter rijden, jongen. Ja, ik kan niet rijden, man. Dat weet je toch ook wel. Ja, stap, laat mij dan rijden. Stap laat hem dan rijden. Oké. Okay. Nou, we gaan rijden dan. Weer. Stap in dan. Oké. Nou, ik wil er ook bij. Ja, mag niet. Ah. Haalt hij het? Ja, niemand vindt je aardig. Nou, ik vind je echt stom. Jij bent stom. Jij bent stom. Zo ben je geboren. Je bent gewoon stom uit je moeders. Oh, wacht, we zijn. Ja, maar het is wel duidelijk. Dus. Boom! Gewoon geen kills. Oh, nog één, nog één. C4, uitstappen, uitstappen. Ik ben uitgestapt. Hij is dood. Die moment. Ah. Nee, 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 hij is niet dood. Wacht, aan de kant. Top. Waarom ontploft dat C4? Volgens mij heeft hij nog geen headset. Oh, oké. Wow. Dat is best cool. Ja, dat zeg ik, dat is C4. Als die Marit ook, die heeft ook geen headset. Maar dit is wel Skype. Ja, in mijn rug. Wat jongen, boven, in je rug? Denk ben, ik. Ben je homo? En hij loopt weg, dus je hebt er niks aan. En hij komt weer terug. Wat, hoort hij ons wel dan? Ja, tank, hij hoort. Tank. Oké, okay, nu ging ik dood. Ah, door. Hij hoort ons, mooi, gezellig. Ik ging dood dat ik in het vuur stond. Oké. Okay. Oké, okay, zeker dat hij ons hoort. Ah. Wie is aan de koffie? Ik niet. Of aan de thee? Nee, ook niet. Oh, ik dacht dat ik thee. Yoghurt. Nee. Oh, yoghurt. Ik word zo ziek van die claymores, hè? Nee, dat is door Jaap, denk ik. Ik eet geen yoghurt. Ja, Jaap, nou, Jaap is altijd aan het vreten. Ja, geef ze. Klopt, ik ben aan het eten. Oeh, ik ga voor de knife kill, jongens. Oh, ik ga voor de ja, knife kill. Oh, hij zag me. Dus je hoorde zeker zoiets. Een noob, noob. Ja. Ah, ben ik. Noob. Hé hey Jaap, hoe komt het eigenlijk dat jij altijd aan het eten bent en Noah dik noemt? Omdat ik altijd honger heb en ik ben niet dik, dat is het leuke. Dat vind je zelf of dat heeft iemand anders gezegd? Nee, toch wel. Hé hey Jaap, ik vind wel dik, maar, niet, maar hij zegt gewoon dat hij niet dik is. Ja, zo, hij is eigenlijk zo'n papzak, weet je wel. Ja, echt hè. Nou, als je me ziet dan zou je denk ik niet het eerste denken van, god, die gozer zegt dik. Jawel. Jawel. Ja, dat zou heel knap zijn. Slechte zelfkennis, Jaap. Nee, echt. Nee, nee. Oh, je mag hem niet reviven. Giovanni, dat zijn gewoon slechte vriendkeuze in plaats van slechte zelfkennis. Nee. Gewoon vrienden die je gaan naaien zodra je iets zegt. Ja, die kennen we wel, hè Jaap? Ja, maar ik word liever niet genaaid door een man op zich, dus... Echt, hè? Zo'n kutvrienden die ik heb. Wat is er mis met genaaid worden door een man? Behalve dat je zwanger kan raken. En Noah? Vieze Rick. Nee, stiekem heb ik gewoon het meisje zwanger gemaakt. We weten allemaal, ja, dat is prima wat je gedaan, maar je bent ook zelf zwanger geworden en dat is de fout. Dat is wel knap. Heb je het wel veilig gedaan? Ik ben hermafrodiet. Ja, klopt. Tom, als je dit kan horen, die gozer zijn gewoon heel raar. Niet op letten. Nee, jij niet dan. Kom je erbij, George? Nee, we zijn gewoon een beetje raar aan het doen. Oeh, ik kan zelfs inzoomen. Ja, meestal kan je dat. Met een tank bedoel ik. I'm on a killing spree! Oh, nou niet meer. Ja, maar. Goed zo, Gio. Hey, deze gaat sowieso vandaag nog online, hè? I died. Als je een beetje goede upload-snelheid hebt, wel. Ja. Ja, sowieso. Schiet op! Schiet op! Deploy! Deploy! Wie zitten we in jouw tank? Weet ik veel. Pitaki. Een man. Pitaki. Oh, B wordt overgenomen, jongens. Laat hem uitstappen, Noah. Oh, ik dacht even dat B werd overgenomen. Dat maar. Ken ik niet. Maar nee, toch niet. Dat is de allerbeste gozer. Zitten wel zijn team eigenlijk, die Mr. T.T. Ja. Hey, D wordt overgenomen, jongens. Ja, ik snap niet waar mijn tanker niet heen gaat. Three powers activate! Moeten we ons even voorstellen aan Tom? Ja, hey, voorstellen hey, ik denk dat we onszelf al genoeg voor hebben gesteld. Oké. Okay. Diegene die raar praat is Giovanni. Ik ben Jaap. En degene die zwanger is Noah. Ja, maar die knuppel gaat ons ook joinen, of wat? Ja, en Noah is een meisje slash jongen met een meisje stem. Wat nou meisje slash jongen? Nou, dat zeg je nu zelf toch? Jongens, gaan we mij gewoon even scotten? Je bent zwanger, je hebt een meisje naam en een meisje stem, Noah. Dat zegt genoeg. Waarom ben ik altijd degene die in de kogels loopt?
Ik vermoord hem. Jij gewoon dom bent. Jij bent een Belg. Je bent een lokbelg. Ik pak jou nog wel, jongen. Kennen jullie het paintballgevecht tussen... Kennen jullie het paintballgevecht tussen Nederland, België en Duitsland? Nee. Nou... Oh, nou komt de slechtste grap ter wereld, jongens. Ja, de Nederlanders hadden met Belgen afgesproken dat ze samen tegen de Duitsers gingen. Yes. Hey, bewijt je voor, bewijt je voor. Deze krijgt echt de slechtste grap ooit award. Helemaal niet. Oh, jawel. Aangeraad. As fuck. Hey, what the fuck? Wat doe jij hier? Zou die award bestaan? Een Nederlanders verraden de Belgen gewoon. Waardoor de Belgen onder vuur met paintball van de Nederlanders en de Duitsers kwamen tegelijkertijd. Dat zou ik wel. Weet je dat dat zeer doet aan je ballen? Ja, ik gaf hem een knife! Waarom deed hij het niet? Oh, dat was een tank. Dat was een tank. Ah, graad! Ja, ik had gewoon zo'n... schreeuwen. Jij kan nog hoger, dus niet zeiken. Helemaal niet. Wou wel wedden. Doe het eens. Nee. Zoveel explosies. Mijn box het niet. En ik heb al twee van mijn box opgeblazen. Jongens, ga eens even wat hoger staan ofzo. Ja, ik moet wat minder gaan funnen. Even heel serieus. Onze Mr. Tom is best wel high ranked. Soort van. Ah, oh, you. Haha. Ik ben er al voor je lieverd. Doe dank veel. Ook voor jou. Maar ik heb je niet zwaar gemaakt. Ik ben niet de vader van jouw kind. Oh. Gelukkig maar. Dat zou je wel een rare vader gehad hebben. Dat ik dit heb opgegeven voor elkaar aanvallen. Dan zou je echt een fucked up kind hebben ooit. Zo. Nou, weet je, mij als moeder en jou als vader. Hé, dan zou ik echt gewoon zelf naar mijn pleeggezin gaan. Oh, jij mag ook wel schieten als je iemand ziet. Ja, ik schoot ook. Nee. Helemaal wel. Waar is de grootste jou vermoorden? Nou, voor ons, boven de trap. Daar zitten echt heel veel mensen. Kom, het is een retail magnet. Maintain. Ik heb geen idee waar mijn gun is. Ja, ik ben dood. Ik ben niet dood. Hey, als je nou gewoon eens even gezellig bij C gaat zitten, dan... Ik ben dood. Ik niet. Wow, dat is wel even... heel trappunten. Ja, bij C poon je... granaat, weg voor je. No, hij staat bijna even hoog als Gio. Fuck yeah. Oh yeah. Ja, maar ik heb veel meer kills. Oh fuck. I survived! Ik ook, maar nu is er een tank. I survived! Ik zou maar weggaan dan. Ja, dat ben ik al aan het doen. We gaan allebei gewoon lekker gaan. En als die boven zit, dan komen ze vanzelf hier naartoe, dus... De tank is al weg. Oh maar... nee, die tank komt naar ons. Ja, die komt naar jullie, maar die zit niet meer bij ons, dat bedoel ik. Ah. Tank komt terug, pas op, George. Oké, fuck, dan ben ik bijna dood. Kut, granaat. Dit ga ik niet overleven! Kijk op je map, dan weet je waar die kut tank is. Sniper boven. Je hebt gewoon overleefd, man. Ja, ik had 10%, alleen die granaat die miste mij. Dus daar was een probleem mee. Small. Yeah. Oh yeah. It's your birthday. Oh. Nou, wat hogere ranks halen allemaal. Ja, mooie score, jongens, mooie score. Hopelijk ben ik ranked. Ik heb een kutscore, maar ik sta al derde, dus dat is gaar. Ik ben ook ranked. Oh nee, ik ben ook al eerder geworden. Ik ben net rang 41 geworden, maar ik ben wel in twee potjes 20.000 punten omhoog gegaan, dus dat is lekker. Ik ken nog steeds niet eens die eerste lock van Recon. Hey, als je nou eens gewoon even small had. Boop. Oh.